Drugs is een heel raar verhaal. Vooral omdat er een aantal legale drugs zijn. Zoals alcohol, nicotine en cafeïne. Maar er zijn ook een heleboel drugs die verboden worden. Die minder schadelijk zijn of minder verslavend. En dat vind ik een beetje maf. Dit heb ik natuurlijk niet van mezelf. Stel dat alcohol nu ontdekt zou worden. Hij zou op de markt komen, zou die direct verboden worden. Want het is veel te verslavend en veel te desastreus voor het lichaam. En toch is alcohol in heel veel landen legaal. Wat heel raar is. Wat ik nu grappig vind is dat zeg maar de wietpas. Op zich vond ik dat aan het begin een goed idee. Dat leek mij wel slim. Maar ja, dan moet je hem wel in heel Nederland invoeren. Maar ja, toen had ik nog niet goed nagedacht. Ik was naïef. Ik had niet goed nagedacht over de gevolgen van de wietpas. En dat was natuurlijk, dat had ik moeten inzien, dat al die handel weer zou verplaatsen naar de straat. En dat doet het nu. Al die randgemeenten die eerst heel veel verdienden aan de coffeeshops. Nou ja, heel veel. Misschien wat overdreven, maar ze verdienden aan de coffeeshops. Dat was echt gewoon zo. Ze hebben nu meer overlast in de buurt. En ze hebben minder inkomsten. Ja, misschien moeten we toch weer de wietpas afschaffen. Omdat het toch niet zo'n heel slim idee was. Ik denk serieus dat je gewoon beter kan reguleren dan dat je kan verbieden. Ja, als je het gewoon vrijgeeft, dan kan je het reguleren. Niet dat alcohol goed gereguleerd wordt. Daar moet nog steeds aan gerommeld worden, want dat geeft nog steeds heel veel overlast. Maar ik denk, ja, zodra je aan de geur kan wennen van marihuana, dan komt alles wel goed. Drink wel elke dag, maar niet alcohol, ja. Oké, soms. Wat was wel mijn punt? Dat weet ik ook niet meer. Maar het was heel belangrijk en ik wou dat je er naar luisterde. Ja.